Ja. Hoe was jouw tijd hier op de rockacademie? Ja, dat was te gek. Ja, in de korte zin, ik heb ontzettend veel geleerd. Gewoon over spelen, maar ook over mezelf als persoon. De meest wijze les die ik heb geleerd, denk ik, is bereid gewoon altijd goed voor. Zorg dat je alles goed voor elkaar hebt. Zorg dat je goed weet wat je moet spelen. Zorg dat je weet dat je het kan spelen. Maar een heel belangrijk onderdeel daarvan ook vond ik altijd dat je voorbereid overkomt. En dat wil niet alleen zeggen dat het overkomt alsof je weet wat je aan het doen bent, maar ook zelfverzekerd bent. En ook weet van, ja, maar ik kan dit, ik wil dit. En met de mensen met wie ik ben, vind ik het ook heel tof om te doen. Dat je altijd een fijne gast bent of meid. Om in een groep te zijn, om in een band te werken of in een productiegroep te werken ofzo. Ja. En mijn meest memorabele moment, denk ik, was in het eerste jaar. Toen studeerde ik bij René Kremers, de drumdocent van het eerste jaar. En toen zat ik er net een paar weken of zo. En ik had het eerste jaar heb ik het heel zwaar gehad. Want ik had geen techniek, ik kon niet roffelen of zo. En als drummer moet je dat echt wel kunnen. En dat René tegen mij zei, Joost, je bent nog niet zo goed. Dat is niet erg. Hier heb je 10 oefeningen. Als je die moet je nu van mij een jaar lang elke dag gaan doen. Als je een dag overslaat, dan haal je het de volgende dag maar in. Want als je het niet doet, ga je het niet redden. En dat heb ik gedaan. En nu ben ik werk als muzikant. Ja. Vet. Ja. En bij jou dan? Ja, ik weet nog dat ik hier begon en ik was toen, ik heb eerst een andere studie gedaan, dus ik kwam hier al een beetje wat ouder dan de rest. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik hier in het eerste jaar zat en dus om me heen keek en ik zag allemaal echt zangeressen, mensen die al zoveel ervaring hadden. En ik was eigenlijk nog echt een newbie, een groentje. Ja. Ik had eigenlijk nog niet zoveel op het podium gestaan. Dus het was allemaal heel erg nieuw en ik weet echt nog dat ik dacht, oh my god, ik weet niet hoe ik dit ga overleven hier. Maar ik heb ook, ja, net zoals jij zegt, ook gewoon echt keihard gewerkt. Ja. Het is echt wat je er dan zelf uithaalt en hoeveel tijd je erin stopt en er echt helemaal voor gaat omdat je dit wil. Ja. Muzikant zijn en alles op alles zet om te zorgen dat je vooruit gaat en je spons alles in je opneemt. En ik ben zelfs afgestudeerd hier en gelijk ook de Top Talentprijs gewonnen van de Cirque du Soleil. Het was echt bizar dat dat gewoon kon en dat ik dat ook die mogelijkheid kreeg. Ja, het zou ook wel een hele fijne bevestiging zijn geweest van je talent. Dan. Ja. Ja, het is echt heel vet. Ja, maar het is echt, je komt hier en je bent er nog niet. Je moet dan eigenlijk pas begin je met alles en met je carrière. Ja, met je carrière. Je moet echt het zelf doen. Ik denk dat dat misschien nog wel gewoon, omdat het gaat om je skills en het gaat om wat je doet en wat je kan. En je moet vooral heel veel doen hier. Het is heel praktisch. Jezelf sturen daarin en je bent ondertussen ook op zoek naar jezelf als muzikant en als persoon. En daarin is de rockacademie soms ook echt nog wel zwaarder dan een gewone standaard andere hbo-opleiding. Ja. Waar je gewoon in schoolbanken zit en gewoon naar boeken dingen moet leren. Het gaat allemaal over jou en zeker, wat je kan. Ja. Dus het vraagt een andere commitment. En je ziet ook de mensen die uiteindelijk daarin werkzaam zijn, dat ook echt de mensen zijn die er echt volle bak voor gegaan zijn. Die het echt leven, gewoon 24/7 muzikant zijn. Ja, het is echt een bewuste keuze die je maakt. Ik wil muzikant worden en hier mijn beroep van maken. Ja. En alle andere dingen wijken daarvoor. Ja. Cool.